Bewoners uit de stedenwijk in Almere zien supermarkt Albert Heijn liever niet vertrekken uit het centrum van die wijk. De supermarkt wil verhuizen naar de rand van de wijk waar vroeger de tennisvereniging zat. Doe het alsjeblieft niet. Waarom niet? Nou, wat moet ik dan doen? Kom ergens daar, dan moet ik met de auto lopen. Je bent op leeftijd, dus dat wordt er niet beter op, zeg maar, het lopen misschien. Dus ja, dit is voor mij echt het einde dat het zo dichtbij is. Ik weet het niet. Ik denk het is hier is beter. En voor die oude bewoners, voor die oude mensen, dat is dus handig. Het is echt een buurtsupermarkt, hè? Dus de mensen die hier omheen wonen, veel ouderen, die kunnen lopend hun boodschappen doen. Maar straks dan niet meer natuurlijk. En heeft het ook een beetje een sociale functie, denkt u? Ja, volgens mij wel. Ik vind dit heel handig, want ik ga altijd mijn dochter naar school brengen en dan hier boodschappen doen. Maar als het pech is, dan heb ik pech. Er wordt al jaren over de verhuizing gesproken. De ondernemers in de directe omgeving zijn tegen. Zij vrezen minder klanten te krijgen. De supermarkten in Kruidenwijk en Muziekwijk zijn juist bang voor concurrentie met de nieuwe Albert Heijn dichterbij. De tegenstanders namen zelf een onderzoeksbureau in de arm. Dat concludeert nu dat het vertrek van de supermarkt uit het centrum van Stedenwijk onder meer ten koste zou gaan van de levendigheid en sociale cohesie in de wijk. Dat verband leggen niet alle bewoners. Het maakt mij niet zoveel uit. Het is hier hemelsbreed en is het nog ineens een 500 meter, denk ik. Dus ik kom hier niet voor de cohesie en de samenwerking. Daar ga ik wel eens anders naartoe. Nou, of hij heeft een sociale functie. Weet ik niet wel. Hebben we een supermarkt? Ja, ik ontmoet hier niemand. Nee. Dus geen idee. Nee, dat nee. Niet. Nee. U gaat niet gezellig hier. Nee. Nee, puur voor de boodschappen. Zeker. Maar er zijn ook bewoners die wel een negatief effect vrezen. Weet je, het saamhorigheid dat we in deze Stedenwijk krijgen, die wordt wat verminderd. Ik zou het echt heel schandalig vinden als Albert Heijn, die dus echt alles opkoopt wat maar los en vast zit, een buurtfunctie weg gaat halen. Dat is ook sociaal, vind ik ook heel belangrijk, dat de mensen is niet stil. Kom je wel eens een gezellig dametje tegen waar ik even mee klets, ja. Of het de supermarkt ook echt vertrekt, is nog niet duidelijk. Ook de gemeente onderzoekt welke effecten er zijn als de supermarkt verhuist. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort verwacht. Pas daarna wordt er een beslissing genomen.